deze nieuwe video van Volster. Vandaag is mijn kleine petekindje hier weer. Ik ben super blij dat hij is, want we gaan zijn verjaardag een beetje vieren. Mijn oma Annie die gaat eigenlijk voor alles zorgen, we moeten niks doen. Het enige wat we moeten doen is hij naar beneden krijgen. Maar dan gaat hij beneden een beetje wandelen. Ik ga hem eventjes laten zien. Hij zit namelijk nu op zijn fiets. Er wordt wel gespeeld natuurlijk. Dus het is al een grote jongen geworden. Hè. Zijn Elga t-shirts even aangedaan. Hij is een torentje aan het bouwen, kijk. Maar dat is flink, zeg. Dat is flink, hè, jongen. Flinke, jongen. En je ziet, hij weet al één blokje per één blokje dat er open moet, hè. Dat is flink, hè, man. Hij doet het goed, hè, Peter. Sowieso, hij is een goede jongen, hè. Hij is al slim, hè. En slimmer dan Peter soms. Kijk, de toren van mij. En zijn toren. En hij vond dat super leuk, hè. Kijk, dat is de toren die we gemaakt hebben. Moet dat echt in heel klein stukjes voor hem? Dat is wel goed zo. Wat ben je aan het doen? Kleine blokjes vlees aan het snijden voor Enzo. Balletjes in tomaten. Ja, deze zijn het. En dit ga ik ook eten. Dit is op een voor, maar dit zal dan in de fruitcake kan gaan. Dit is een verjaardagstaart. Wacht. We gaan dat hier zetten. Dat is de taart. Met dat dingetje zetten. Gewoon, hè. Kijk, de oren zijn al op. Dat was dus een Mickey Mouse dat wij kunnen zien hebben. We gaan er nu nog een stukje afsnijden. Voor onze kleine man Enzo. Wat komt de man? Wacht, Peter, ik ga hem een brokje geven. Zo. Adem. Een verrassing voor haar. Als je nu even omdraait. Ja. Dan gaat het beter. Ja. Wacht, ik heb bijna een bril niet doen. Moet je echt altijd die bril op hebben? Die ligt nog in de zetel. In de zetel? Je hebt het ook daar gehad. Daar heb je niet het laatste gehad, want daar heb je getest, weet je nog? Nee, even af, ja. Als je hem nu past, is dat voor jou. Oh, dat is mooi, zeg. Dankjewel, Sil. Wacht, ik ga hem er iets aan doen, zeg. Ja, vooral daar blijven staan. Ja, dan is Peter nog niet in beeld, maar je moet een beetje opletten. Ik hoop niet dat het te groot is voor jou. Nee, die gaan jessen. Mensen die het eerst nu zien, die gaan zeggen, ah ja, weet je nog? Ja. En zit op de vlag. Ze heeft een vlag vast. Grappig, hè? Kijk, hij ligt er zo op, zo op de vlag. Die foto's moeten mij allemaal doorsturen, Cecil. Kijk eens, oh, schat. Kijk. En zo. Het was een super, super leuk feest. We hebben ervan genoten. Het was echt heel leuk. Mijn vitaar nog zitten en zijn blokjes. Die heeft hij gekregen. Super tof. Hij heeft er veel mee gespeeld met zijn blokjes. Hij heeft ook heel veel cake gegeten. Uw cake, dat is echt heel veel. De blokjes ja. Vallen flauw. Ja. Wat vond jij ervan? Heel plezant. Volgend jaar doen we het terug. En ja, dat is geraden. Je gaat ons die cake van. Ja, ja. Het is soms een beetje, hè. Dan kunnen we er misschien wel een keer chocolade over doen, hè. Is hem al een jaartje ouder. Je pakt het hem dan samen met hem, hè? Ja. En je zegt chocolade of geen chocolade? Maar ja, je bent goed. Die is altijd blij als die mag komen, weet je waarom? Er is een reden dat jij bij je thuis eet je geen cake, hè? Ah, nee, dat is waar. Bij mij thuis eet ik dan niet. Dus heeft hij blij dat wij cake eten, koeken, wafels. Ja. Dus, maar daarvoor moet je alleen komen hoor. Nee. Voor mensen denken, mensen gaan maar dat ik alleen maar kom. Hey, jij komt hier alleen voor te pakken en te doen. Mijn schil. We hebben ook lekker gegeten. Je hebt de beeld ook een beetje kunnen zien. We kunnen niet alles van Enzo in beeld laten. Dat weten jullie. Want we kunnen Enzo zijn gezichtje niet filmen. Maar de cake is heel goed binnengegaan van hem. Dus we zijn wel heel blij eigenlijk.